Het is natuurlijk niet je lichaam dat resistent raakt. Het zijn de bacteriën op je lichaam die resistent zijn tegen de antibiotica. Resistente bacteriën zijn ongevoelig voor de antibiotica die we normaal gesproken gebruiken om infecties met deze bacteriën te bestrijden. Op deze manier zijn die infecties steeds moeilijker om te verhelpen. Net als mensen, dieren en planten proberen bacteriën zich zo goed mogelijk aan te passen aan hun omgeving, waardoor ze optimaal kunnen overleven en zichzelf voortplanten. Dit noemen we evolutie. Het enige grote verschil met de mens is dat een mens gemiddeld 30 jaar nodig heeft om een nieuwe generatie voor te brengen, terwijl de gemiddelde bacterie zich elke 20 minuten kan delen. Als je deze tijdsverschillen in elkaar omrekent, staat 24 uur evolutie voor een bacterie bijna gelijk aan 2000 jaar evolutie voor de mens. Nou, als deze evolutie gebeurt in het bijzijn van antibiotica, wat dus dodelijk is voor de bacterie, zal elke nieuwe generatie proberen beter bestand te raken tegen deze antibiotica, tot er uiteindelijk een generatie komt die volledig resistent is tegen deze antibiotica. Nou, hoe wij antibiotica-resistentie kunnen voorkomen, is allereerst door alleen antibiotica te gebruiken op het moment dat het echt nodig is, dus niet zomaar een kuurtje antibiotica gebruiken. En het tweede, wat heel belangrijk is, als u een antibiotica-kuur krijgt, is dat je altijd de volledige antibiotica-kuur afmaakt, zodat er geen bacteriën overblijven die zich verder kunnen evolueren tot resistente bacteriën en zich verder kunnen verspreiden. Op deze manier werken we er samen aan dat we hopelijk niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst, allemaal handen hebben vrij van resistente bacteriën.